En durf je dan al te denken, dit ga ik later ook doen? Nee, nee, maar een jaar later wel. Een jaar later toen wel. Toen was je al 6 natuurlijk. Ja. Ja, een heleboel vooruitgang geboekt. Al, ik had nog wel, wat chauvinisme betreft, een pak te leren. Want er was weer een WK, dat was toen in België, het WK in Ronsen. Maar je had dan ook een WK voor amateurs. En die zou dat belofte heten. En er rijden er twee voorop, Jos Huismans en Flaviano Vicentini. En ik vond dat blauw van die Italiaanse trui zo mooi. In zwart-wit. En toen dacht je? Dat is mijn man. Want die zit iets of wat mooier op zijn fiets. En ja, die, dat egale van die Azzurro trui, dat sprak mij aan. En die woont toch wel zeker. En toen was het hek van de Dam. En ik heb me daar later bij Jos Huismans bij verontschuldigd. Clichématig commentaar te geven bij die wedstrijden als je een jaar of 7, 8 bent? Zit de hele goede gemeente mee te luisteren naar de kleine iedereen, Michel die aan het debuteren is? Wil iedereen voor willen zijn in het, namen, in het noemen van rennersnamen die in beeld verschijnen. Dat wel, dat wel. Maar commentaar geven, dat nog niet. En wel... van langzaam meer nerveus worden. Zo nerveus dat ik vooral als Merckx op het toneel verscheen, wegliep. Dicht bij de streep. De laatste kilometer, dat redde ik meestal niet meer. En waar kwam die nervositeit vandaan? Dus de kinderen horen daar naar te kijken en te juichen. En... plaatsvervangend verlangen om je God zien te winnen. En de angst dat dat niet zou gebeuren. En de angst haalde het op het verlangen. Het was potsierlijk. Het is heel vreemd, maar het is zo. Ik denk dat ik van de 7 keer dat Merckx met San Remo won, niet 1 keer Merckx live over de streep heb zien komen. Je stond buiten. Ik liep als een door het gangetje. Wielervrouw de zenuwen te verbijten. Erger nog, ik liep door het gangetje en ik sloot me op de pot. Maar nu nog, bij de Milan San Remo van Jasper Stuyven en het jaar ervoor de Milan San Remo van Van Aert. Toen Alaphilippe niet meer over wilde nemen in het zicht van de VOD. En ben ik naar de ijskast gelopen. Hè. Ik zei, ik moet een slok nemen, want ik red het niet. Hè. Dus dat oude fenomeen, dat kwam weer terug. Lijkt me dacht niet, ik bij mezelf, niet echt gezond om in zo'n hoedanigheid nee. Naar een koers te liggen kijken. In mijn jeugd was mijn moeder dan vaak mijn reddende engel. Die, als ik daar dan met mijn vingers in mijn oren zat om niks waar te nemen, en ik zal het dan wel horen achteraf, dan kwam zij kloppen op de deur. Want ik deed die op slot. Hè. Merckx heeft gewonnen, Michel. Komt er maar af, ja. Hij wint. Ja. En Erik, er is niks zo zaligmakend als de wetenschap. Ja, wat ik nu ga zien in vertraagde weergave is winst. Maar niet de uitdaging aandurven om met verlies te worden geconfronteerd. Ja. Op dat moment ging dat zover dat ik het televisietoestel omhelsde. Ja. Neem dat letterlijk.